heb het format voor mijn boek. De titel had ik al. De emotiemachine. En ik ben er al een aantal weken mee bezig en steeds van het ene naar het andere op zoek naar iets, naar een format, cover maken, hoofdstuk schrijven, van links naar rechts informatie verzamelen. Precies zoals ik, als een kip zonder kop. En dan op een gegeven moment komt het dus toch bij elkaar. Ik heb een format gevonden. Ik heb nu een hoofdstuk geschreven. Dat voelt goed. Het format is: ik ga eerst kankeren op mezelf. Waarom ik tot bepaalde dingen niet kom, bijvoorbeeld zoals het schrijven van een boek. Dan kankeren over mijn studenten. En dan eindig ik het hoofdstuk met dat het toch anders kan.